dat was hem. Dames en heren, het was misschien een kort knalletje, maar wel een krachtig knalletje. Bedankt voor het kijken voor de afgelopen 7 jaar en op naar het nieuwe hoofdstuk. Tot de volgende aflevering hier op Pity. En voor nu, peace! Peace! Hallo Kat. Hallo Poes. Wat is er? Hallo Kat. Ja, en dat, lieve mensen, was hoe de 1000ste vlog eindigde. Ik zou stoppen met vloggen en ik zou nooit meer een vlog uploaden. En daar ben ik op teruggekomen. Ik bedoel, ik zit hier weer opnieuw in de 1001ste vlog. Oh, een raar getal trouwens. 1001ste vlog. Maar toch is het zo. Ik zit hier gewoon in de 1001ste vlog. En wat ga ik nu doen? Ja, mijn vriendin is jarig. Dus dan moet je wat meer doen. Cadeautjes fixen natuurlijk. En die heb ik gefixt. Van dat gaan we doen. Met een luchtballon. Binnenkort ook in de vlog te zien. Gaan we naar boven. We gaan niet alleen naar Europa. Europa. Wauw. Ik zit zo met een liedje in mijn hoofd. Dat van Joost Klein. Dat is echt. Shout-out naar Joost Klein. Maar we gaan naar Portugal met het vliegtuig en ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je gewoon moet delen. Ze is nu ondertussen even met de nagels doen, dus dacht ik begin de vlog maar alvast. Wat ik nu even ga doen is even naar de winkel en dan ga ik even strikjes halen voor in de haar voor de verjaardag. Weet niet, vond ik gewoon leuk. Ze wilde graag een beetje experimenteren met de haar, dus dan ga ik gewoon, haal ik ook gewoon wat leuks voor haar. En het leuke is, ik doe de haar voor haar, dus zo, dat komt gewoon echt mooi uit. Ik doe de haar voor haar. Dus ik ga even naar de winkel en dan ga ik even die haar in strikjes halen, strikjes. Maar goed, de vlog zijn we terug. Dit is de 1001ste vlog. Welkom. Leuk jullie kijken. Het is echt prachtig weer buiten, dus. Zit je weer in de schommelstoel? Nou goed, ik ga maar eens even naar de winkel. Oké, ik ben dus wel echt serieus benieuwd naar wat ze hiervan gaat vinden, hè. Gewoon dat ik iets echt wilde, ik iets totaal anders met de haar. Dus ik zeg, nou prima. Dan koop ik wat strikjes voor je. Dus nou ja, bij deze heb ik weer strikjes gefixt. Ik weet trouwens niet of het jullie is opgevallen, maar ik heb nog steeds geen vlogcamera. We zijn ermee bezig, maar het duurt eventjes. Potje, nog, het is lekker weer. En dat wil binnenkort naar Portugal gaan. Wordt ook alweer echt een hoogtepunt in het jaar dit hoor. Holy shit. En we gaan de lucht in. Een vliegtuig, een luchtballon. Nou, doe maar. Je vriendje of je vriend, regelt het maar even. Of waarom ik nog met mijn telefoon film de vlog, de 1001ste vlog, heel gênant. Ga je vloggen en dan begin je de vlog met een telefoon, oké. Okay. Er komt dus nog een cameraatje aan, alleen... Ik heb nog niet genoeg tijd gehad om me echt goed voor te bereiden op de vlog, omdat ik natuurlijk voorbereid ben op het maken van afleveringen. Dus zo hoor. Hallo Kat. Hallo Poes. Wat is er? Hallo Kat. Hallo Kat. Lekker ding. Mijn ding is dichterbij gaan staan. Nog dichterbij, ja? Denk wel. Kijk, dit is allemaal weer leuk om te filmen. Kijk, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar volgens mij zijn ze gewoon aan het paren of zo. Jeetje. Wat voor een nestje gelegd? Ik weet het niet. Oké, daar sta je dan. Midden in de freaking night. Om te versieren voor je vriendin. Want hè, mijn vriendin is dus jarig vandaag. 24 mei. En ze is dus 30 geworden, dus... Ja, We beginnen met de slingers. Dan gaan we gewoon hier overheen hangen. En nou ja, ballonnen natuurlijk opblazen. En ik moet een beetje zachtjes praten, ze is nu naar bed. En ik ben dus op dit moment gewoon op een freaking donderavond. Letterlijk hier gewoon aan het versieren. Oké. Nou, goed. Waar beginnen we in hemelsnaam? Ja, hier zo. Ik moet dus ondertussen wel even oppassen dat ze niet... Toch nog eventjes denk van ik ga naar de wc toe, want ze ligt nou te slapen of ze ligt in bed. Ze ligt nog niet te slapen, maar... Dus even in de gaten houden, het is niet ondertussen zitten kijken. Ik heb dus echt expres met zijn hele avond de serie wezen kijken, de Van Helsing. Ik weet niet of jullie die serie kennen, maar het is echt een goede serie. Zo. Ik heb wel beloofd dat ik niet te laat naar bed zou gaan. Alleen ja, dat is natuurlijk een beetje lastig als je dingen moet regelen en op moet blazen. Oh god, ik heb hier dus echt een heel zakje met ballonnen. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar je moet het dus allemaal op gaan blazen. En allemaal punaises. Dit wordt toch een avond. Nou ja, nacht kan ik wel zeggen. Ik bedoel, deze vlog moet ik ook nog gaan editen. Jullie moeten die vandaag dus gaan zien. Nou, gaan we. Ik ben zo hard in Jacques dat die nou ontploft.
Dat is nummer 1. Ik denk dat ze het echt wel leuk vindt. Gewoon ballonnetjes. Zo, dat is nummer 1. Ja, het is toch altijd een speciaal moment als je 30 jaar wordt. En dan was ik moet dus een beetje zachtjes praten. Want mijn vrouw ligt dus in bed. Maar ze slaapt dus niet. Wij blijven vrouwen, hè. Ze vindt het helemaal spannend. Nou, dat gaan jullie allemaal, hoe het feestje allemaal gaat. En hè, wat ik haar ga geven. Ja, jullie weten het natuurlijk al wel. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Ik ga het natuurlijk ook gewoon vloggen, dus... Niet te hard. Anders ontploft hij nog. Ik sta hier gewoon echt... in de midden in de nacht. Gewoon ballonnen op te blazen, oké. Oh, tuurlijk. Dan breek ik mijn pinaise af. Dat zul je net zien. Ik wil eigenlijk ook wel zo'n keer naar bed. Straks een beetje ballonnen op te blazen. Ik ben echt hartstikke verkouden. En toch sta ik hier gewoon echt in een kou buiten om voor haar de tuin zo leuk mogelijk te versieren voor haar 30ste verjaardag. En natuurlijk haar cadeau, een luchtballonvaart voor 2 personen. Ook in de vlog te zien. Oké, ik moet echt even opschieten, want ik begin het echt koud te krijgen. En dan hoop ik niet dat alle ballonnen ineens wegblazen, want ze hebben het over deze week over code geel. Dat is leuk, want als het dan zo hard waait, dan vliegen al die ballonnen weg. Dat is niet zo leuk. Niet zo grappig. Goed, dames en heren, ik zal u even laten. Ik moet een beetje zachtjes praten, want de mensen om ons heen slapen hier ook al. Wat ik nu ga doen is eigenlijk heel simpel. Ik ga nog eventjes alles afmaken. En dan laat ik jullie zo zien. En dan ga ik naar bed. Dan wil ik jullie vast even bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem tof. Vergeet niet te blauw duimpje omhoog doen. Te abonneren op mijn kanaal. Je wist je het niet had gedaan. En feliciteer mijn vrienden ook allemaal even in de reacties. Ik vind ze leuk. Ze is 30 jaar geworden. Dus feliciteer allemaal in de reacties. In de volgende vlog zien jullie allemaal hoe het gegaan is. Ik zeg deze kant. Lieve schat, gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Love you. En tot voor jullie. Tot de volgende vlog.